Lucile Werner gaat aan de slag voor Kro NCRV. Ze stapt daarom met het maken van de dagelijkse ochtendshow voor de website van de TAT. Best een lastige beslissing, zegt Lucile tegen de krant. Want we waren net begonnen aan iets moois. Maar ik wil heel graag weer programma's maken met een maatschappelijk karakter, die heel dicht op de samenleving staan. Lucile's laatste wapenfeit bij SBS noemt ze niet echt een succes. Ik heb 10 jaar lang Lingo met heel veel plezier gedaan. Daarna ging ik naar SBS 6 voor mijn laatste keer. Een prachtig programma, maar om nou te zeggen dat ik daar een heel succesvol jaar heb gehad? Ik stelde mezelf de vraag waar mijn hart het snelst van gaat kloppen en dat is programma's maken die nut hebben.